Zonde vervaren wie van Warkum naar Zaandam. Het wie een hele oergang omdat ik in Fries praatte en nou op het Hollands oergang moest. Saans eens, want als de bijjaren was, dan moest de taal praten. Ik voelde me in het eerst aan heel alleenig als ik van Squallen naar Hoesta roen. Dan kwam ik bij de fietsenzaak van Lou Ripdel, de omke van Johnny, die het letter verneemd woorden zo. Uit zijn fietsen verkocht omke Lou sportartikelen. Op eergehechte van volwassenen wie bij die Warrelands een planken met bekerstrofeeën en faantjes. Op een dij roen ik bij de winkeldel en trof ik iemand die het loerep, die het op een stoel ziet, een voetbalschoen aanpast. Het wie Abel Enstra, de verneemde Friese voetballer uit Heerenveen. Vertjen Worger van Kwik Voetbalschoen. Op dat stuit zeer Abel mijn kant uit. Hij ging staan, die de winkeldeur riep en zei: die moet ik correct ha. Kinst ook ik voetbal je? Ik wou Abe net teleurstellen, maar ik net leegvallen. Hier, luk deze schoon maar eens aan. Hij joeg me een paar Kwik juniors die ik te zo rap als het koe aanluts. Ja, meer eens even de bal, zei Abe tjen omgeloe. De schoontjes passen goed, misschien mocht ik ze wel holden. Denk erom, zei Abe. Deze jongen zal zien litten dat zelfs de grootste hampelman met Kwik voetbalschoen wel aardig mij komen kan. Doch dit maar eens nee. Hij wipte de bal op met zijn rechtervoet en liet hem een keer op zijn bil stuitje en stifte hem troch de drie hoeken van het fietsframe dat in de winkel hangt. Zodat de bal troch het chin-effect voor zijn voeten kwam bij het Abe hem dead maken. De mule voel me iepen. Abe joeg me de bal en zei: no do. Ik leidde Baldel, die de winkel door riepen, bejoeg me naar de orenkant van het Ruttervaar voor een aanrin. Ik wou aan Abe sjen letten dat het me tinken wie. Ik kwam aanstormen en joeg de bal een lel. De holen van de beide manlui volgden het bruine munster dat net te beschreeuwen wij volgden terug de winkel. Ik zag nog hoe oft Abe zijn toef hier op en del dansen, wilde hij met zijn holle heen en weer gie. De bal stuitte nog een keer op en kwam op een planken met bekers, vaantjes en trofeeëndel, die het als dominiehoutjes omkrapten en op de gruendel kwamen. Abe schodde mismoedig met de holle. Dat is net zijn best, weer ik het opzij, maar wel in de prison, weer de Abe opzij. Door moest komen die antwoorden.